Beste leerling, ik ga je even laten zien wat de taak 2.1, de standaardbrief of de uitnodiging, daadwerkelijk inhoudt. De bedoeling is dat je uiteindelijk je databank gaat koppelen aan een uitnodiging dat je automatisch voor alle klanten een gepersonaliseerde uitnodiging maakt. Ik heb de taak in een PDF-documentje op Smart School staan, dat is dit document, bestaande uit twee pagina's. Daarin staat als eerste stap dat je een databank gaat moeten maken met vier tabellen in: artikelen, gemeente, klanten en provincies. En dat tussen die tabellen de nodige relaties liggen. Dus als ik mijn databank eventjes open, je weet ondertussen dat ik Linux gebruik en dat de LibreOffice versie die ik gebruik alleen in het Engels te verkrijgen is. Je hebt daarin dezelfde knopjes, in het Engels als in het Nederlands natuurlijk, ze zijn wel anders vertaald. Tables zijn uiteraard tabellen bij jullie, queries blijft queries enzovoort. We hoeven alleen te werken met tables en queries. In mijn tabellen zie je de vier tabellen staan waar ik het over heb: artikelen, gemeenten, klanten en provincies. Als ik eens ga kijken naar de relaties, dat vinden jullie bij ook tools, als ik me niet vergis, en dan relaties, of extra heet dat bij jullie, en dan relaties. Dan ga je zien dat drie tabellen met elkaar gelinkt zijn. Ik kan er de andere tabel van de artikelen ook nog eens eventjes bij zetten, maar die is niet gelinkt. Dan zie je mijn velden staan en dan zie je de links tussen die tabellen. Dus je weet dat in de tabel klanten er een postcode aanwezig moet zijn. Die postcode gaan we terug moeten gaan opzoeken in de gemeentetabel, waar alle gemeentes in staan. Bij de gemeente staat niet alleen de plaatsnaam, dus bijvoorbeeld Genk, maar staat ook de provincie. De provincies zijn vastgelegd in een provincietabel. De 10 provincies ga je daar terugvinden. Ik heb ook een printscreen, ik kan de relaties niet bewaren, ik heb ook een printscreen toegevoegd met alle tabelletjes bij. Dus ik zal die eens eventjes laten zien. Dit printscreentje hebben jullie ook in Smart School bij de taak staan. Hè. Dus je kan die gewoon overnemen. Hier staan alle provincies een keertje duidelijk uitgelegd. Heel wat gemeenten die ik heb toegevoegd. En hier staat mijn klantentabel onderaan, waar dat ik de postcodes gebruikt heb. En linksboven zie je de tabel met alle artikelen eigenlijk. Dus die printscreen die heb je ook op de taak staan. Dus die kan je altijd gebruiken om verder aan te vullen. De bedoeling is dat je een uitnodiging gaat maken. De uitnodiging, het ontwerp daarvan, zal ik even laten zien wat dat ik gemaakt had. Uitnodiging. Ik heb in de taak alles geschreven wat dat er in je uitnodiging verwerkt moet zijn. Een van die dingen waar dat je rekening mee gaat moeten houden zijn de gegevens die uit je databank zullen moeten komen. Zoals de gegevens die ik hier, of de velden die ik hier in het groen heb getoond. Dus ik heb mijn databank, ik zal zo eens eventjes openen, met de vier tabellen in. Wat moest je daarvan maken? Je moet een viertal queries maken, ik heb die hier al staan. En in een van die queries moet je alle gegevens van de klanten te zien krijgen. Dus ik zal eens even een query maken. Ik maak die met de ontwerp, niet met de wizard, maar met het ontwerpdesign. De tabel klanten heb ik nodig. Ik heb de tabel gemeente nodig en ik heb de tabel provincies nodig. Ik heb die gewoon gedubbelklikt. Ik sleep eventjes dat raster zo wat naar boven. Ik ga die tabellen zo wat uit elkaar trekken, zodat we alle informatie kunnen zien. Hier ook ietsje groter maken. Dat is eigenlijk een beetje te groot. Zo. Voilà. Van een klant wil ik zijn klant ID. Je kan dat slepen. Je kan dus die velden gaan slepen. Of je kan erop dubbelklikken. Ik vind dubbelklikken het snelste uiteraard. Ik heb de straat nodig. Ik heb zijn postcode nodig. En dan heb ik uiteraard de gemeente van die persoon nodig. Die staat hier. Dat is via postcode gelinkt. Dus ik haal de plaats erbij. En als ik een plaats heb, wil ik ook de provincie te zien krijgen. Dan ga ik verder met zijn e-mail, geboortedatum, of hij volwassen is of zij, en een eventuele opmerking. Om die query al een keertje te testen, kan je hier op de knop drukken of op F5 drukken. En als je die uitvoert, dan ga je zien dat je alle klanten te zien krijgt met een straat, postcode, onmiddellijk de juiste plaats en ook de juiste provincie erin vermeld. Die query lijkt oké, dus ik ga die ook bewaren. Jullie moeten die query gaan bewaren, als ik me niet vergis, met de naam query alle klanten. Ik zal eens eventjes kijken wat in de omschrijving staat. De query alle klanten. Nu, ik heb die ooit gemaakt, query alle klanten. Dus ik noem die eventjes query alle klanten voorbeeld. Oké. Kan ik dit schermpje sluiten? Denk eraan, hè. Je moet die schermpjes regelmatig gaan sluiten. Ook het stukje dat ik vergeten was bij de relaties hier. Als die relaties niet lukken, heeft dat meestal twee redenen. Eén reden kan zijn dat je een postcode hierin invult die hier nog niet bestaat. En gaat dan dat duidelijk maken aan de hand van die postcode. Stel dat je hier 3600 gebruikt heb en hij bestaat hier nog niet, dan kan je daar geen relatie tussen leggen. Dat is één mogelijke foutmelding. Een tweede mogelijke foutmelding, als je die linken probeert te leggen, is dat ze van een verschillend type zijn. Stel dat je postcode van het type
geheel getal gemaakt hebt en deze postcode heb je van het type nummer gemaakt, ja, dan kan je ze niet linken aan elkaar. Dus dan ga je altijd in een ontwerp eens kijken bij je tabel. Mijn tabel klanten, daar zit ze. Als ik die ga editeren en ik sleep mijn schermpje in beeld, dan zie je dat postcode van het type nummer is. Ik zal hem even terugsluiten. En dan ga ik bij mijn postcodes of bij mijn gemeentes datzelfde eens nakijken en de postcode is hier ook van het type nummer. Dus dat zijn de twee mogelijke foutmeldingen die je kan krijgen. 1. De postcode bestaat nog niet. 2. De velden zijn van een verschillend type en je kan ze niet linken aan elkaar. Dat zijn dingetjes waar je zeker op moet letten. Even mijn queries controleren. Ik heb een query gemaakt, alle klanten voorbeeld. Als ik die uitvoerde, kregen alle informatie te zien. Dan moeten jullie dus, en dan ga ik weer even terug naar de omschrijving, de queries verder aanmaken. Als je die eerste query maakt, kan je de rest van de opdracht al doen. Nu, die andere queries, die zorgen natuurlijk voor dat je wat meer punten kan gaan sprokkelen. Hè. Maar je hebt die eerste nodig om de taak te kunnen afwerken. Ik ga even naar 3, ontwerpen uitnodiging voor de opening van je computerwinkel. Daarin ga je een aantal stapjes moeten doen. Die staan eruit gelegd en je gaat dan die uitnodiging al ook onmiddellijk als een ontwerp moeten bewaren. En als laatste stap ga je die koppeling maken tussen de standaardbrief, de brief aan je databank. En die documentjes ga je uiteindelijk in de uploadzone zetten. Ik ga even laten zien hoe dat je zo'n koppeling zou kunnen maken. Ik sluit mijn databank, ik zal ze ook eventjes bewaren. Zo. En ik ga eens een nieuw writer documentje maken. Writer. Voilà. Even writer opstarten. En als ik nu hallo, en daar moet de achternaam komen. Jij woont op de, en dan gaat hier die persoon zijn straat komen. Straat in. En hier komt de gemeente. Dan kunnen we zeggen dat ligt in de provincie. En dan komt hier de provincie. Zo. Stel dat je die dingen automatisch wil laten invullen door Writer. Wat heb je dan nodig? Je gaat dan hier bij View of Beeld. Ga je moeten kiezen voor, bij jullie heet dat gegevensbronnen. Bij mij heet dat in het Engels Data Sources. Als ik die open, dan krijg je zo'n blokje van bovenbij, zo'n venster. Daar kan je rechtstreeks eigenlijk databanken gaan koppelen. Dus wat heb ik nu nodig? De databank van mijn computerwinkel. Je kan via de rechtermuisknop geregistreerde databanken klikken. Of je kan die stapjes gaan doen via Tools. Bij jullie extra en dan options, maar dat gaat ook, hè. En dan kan je hier bij LibreOffice Base databanken gaan toevoegen. Dat geeft je dezelfde stap. Gemakkelijker is de rechtermuisknop. Je kiest geregistreerde databanken. Je gaat er eentje moeten toevoegen, de databank die jij gemaakt hebt. Dus je drukt op nieuw. We gaan die zoeken. Bij mij is dat browse. En nu moet ik wel eventjes naar mijn Dropbox gaan. Bij jullie gaat dat wat eenvoudiger zijn natuurlijk. Een lyceum, een derde jaar, de computerwinkel, de databanken. En hier heb ik mijn ODB, mijn databank. Ik doe open, kan het een naam geven, computerwinkel is voor mij prima. Ik druk op OK, hier ook op OK. En dan is die toegevoegd van boven. Nu kan ik die ook gewoon uitklikken. Dus ik kan die uitklikken en dan zie ik de queries die ik gemaakt heb. Daar zijn al mijn queries. Ik zal het ietsje kleiner maken, zo. Je ziet ook de tabellen staan. Oei, ik zie een zwart schermpje. Blijkbaar eventjes mis. Op zich zal dat wel werken. Ik heb geen tabellen nodig, want ik heb alle informatie nodig. Dus ik kan nu, ik zal hem nog eens uitklikken, de query alle klanten voorbeeld aanduiden. Als alles goed is, gaat hij die informatie ophalen en hij toont u die rechtstreeks in Writer. Nu rest er mij alleen van de achternaam te gaan wegdoen en daar de daadwerkelijke achternaam van die persoon te krijgen. Heel eenvoudig, je pakt de kolomhoofding hier van boven vast, het woord achternaam, je pakt dat vast met de linkermuisknop en je laat dat los op de plaats waar dat je de achternaam wilt krijgen. Net hetzelfde met de straat. Ik doe de straat hier even weg. Zo. En ik zeg, ik heb de straat nodig. Zo. Als ik dat hier loslaat, dan gaat hij dat daar toevoegen. De gemeente heb ik nodig. Dus ik doe de gemeente weg. Waar staat de gemeente? Dat heb ik hier plaats genoemd, blijkbaar. Zo, voor de punt. Dat ligt in de provincie. De provincie doe ik weg. En ik haal de provincie erbij. Zo. Je weet misschien nog uit een vorige les dat alles wat in het lichtgrijs gearceerd staat, dat Writer daar zelf iets probeert in te voegen. Bijvoorbeeld het paginanummer. En dat was een van die velden die hij doet. Dus nu herkent hij dat alles een speciaal soort document. En dat document noemen we een standaardbrief. Als je nu gewoon voor opslaan kiest, gaat hij dat gewoon als een uitnodiging doen. Uitnodiging. Zo. Ik doe uitnodiging.
dat is een van die dingetjes die jij ook gaat moeten bewaren. Stel nu dat de uitnodiging klaar is, dan wil je daar, dat daar automatisch de achternaam, de straat enzovoorts ingevuld wordt. Dat doe je via het print-icoon. Je doet alsof je dat gaat afdrukken. Dus je drukt op print. Dan zegt hij je document dat bevat eigenlijk velden uit een databank. Wil je een standaardbrief gaan afdrukken? Je drukt op yes. Dan krijg je een nieuwe wizard. Welke records wil je gaan afdrukken? In dit geval wil ik ze allemaal gaan drukken. En naar wat wil je ze sturen? Rechtstreeks naar de printer of naar een bestand? Ik kies bij mij file bij jullie bestand. En dan vraagt hij, wil je het in één documentje of wil je het in allemaal verschillende? Ik kies één document. Ik druk op oké. Hij zegt, waar wil je dat bewaren? Ik zal dat nu eventjes hier bij mijn documenten. En ik maak rap een nieuwe folder. Uitnodigingen. Zo. En ik ga die daar bewaren. Ik geef die als naam computerwinkel. Jullie moeten dat bewaren volgens mij als ik ben deeltjes kwijt. Ik denk uitnodiging, achternaam, voornaam. En ik ga eens kiezen om kijken of ik dat vanuit Linux ook rechtstreeks als een PDF document kan. Dus dat lijkt me het gemakkelijkste. PDF. Zo. Druk op save. Als alles goed is, heeft hij heel snel 11 verschillende briefjes gemaakt in één PDF-document. Dus we gaan dat document even zoeken. Ik heb dat bij document gezet, uitnodigingen. Daar staat een PDF-document. En als ik dat ga openen, staat daar: hallo Veldje, jij woont op de Vijverstraat 15 in Genk. Dat ligt in de provincie Limburg. Pak ik mijn tweede blad, heeft hij daar automatisch Lieben gezet. Derde blad was blijkbaar De Waal in Vlaams-Brabant. Enzovoorts. Ik heb 11 brieven. Op enkele seconden eigenlijk gemaakt, gepersonaliseerd. Op die manier ga jij je uitnodiging moeten maken. Goed nalezen wat er in de taak staat. Ik zal eens even kijken of ik hem nog snel terugvind. Onlangs gebruikt. Hier bij de documenten. Op mijn Dropbox. Lyceum Informatica Computerwinkel. Bij de databanken heb ik die informatie staan. Hier staat de PDF. Dus uiteindelijk goed opletten. In de uploadzone staan 4 bestandjes. Je databank met de juiste naam. Het ontwerp van de uitnodiging. De standaardbrief. En de uitnodiging. Dat is voor jullie. Goed, veel succes.